Hoi, ik ben Laura Slaghekke en ik studeer industrieel productontwerp op de HAN in Arnhem. Ik ben 21 jaar en ik woon hier op kamers in Arnhem. De afstand is heel lang, dus ik vind het fijn om hier te wonen. We zijn nu bezig met het S3-project in het tweede jaar. S3 is het eerste project die je doet nadat je het eerste jaar hebt gedaan. Wij moeten voor ons project zijn we met 8 studenten bezig om een project duurzaam te maken en dat doen wij om materiaal te vervangen. Normale draaideur, want we doen een project voor de draaideur. Normale draaideur bestaat uit aluminium, materiaal aluminium en staal. Als je het hout, als je hout neemt, dan wordt het eigenlijk een negatieve CO2 footprint en dat is eigenlijk het beste wat je wil. Het hout dat we gebruikt hebben is Akoya hout en dat is naaldhout en het groeit heel snel en dat is behandeld met azijnzuur en daardoor is de levensduur van de draaideur wordt dan ook groter. Dus ja, je wil zo lang mogelijk de draaideur houden, want anders gaat het meer kosten en dat willen we eigenlijk niet. Dus dat is de bedoeling. We hebben ook andere dingetjes hebben vervangen aan de draaideur, want we vonden duurzaamheid wel heel belangrijk. Zoals de tegels, als je daarop staat dan levert dat energie, dan kun je de draaideur laten draaien. Ook hebben we zonnepanelen laten erop zetten of sedum, dat is ook voor de duurzaamheid. We willen de aandrijving willen we vervangen voor het aandrijven aan de onderkant. Ook om het dan beter te repareren. Ook nog hoe het constructie eruit gaat zien met paardenhaar is dan de bovenkant, dat is normaal ook. Alleen ja, nu is het dan van hout en met rubber ertussen. Dit is de bovenkant van de deur, hoe de constructie eruit gaat zien. Zoals je daar ziet, zit het op elkaar en ja, de constructie is anders dan normaal bij aluminium. Ja. Zoals je ziet is dus dit allemaal hout en hier hebben we het sedum zijn we dan nagemaakt met een mat. Die poortjes, dat is voor nachtafsluiting en dat willen we dan ook voor mensen die invalide zijn, is moeilijk altijd om de knop aan te drukken aan de zijkant. Dat willen we dan door de poortjes willen we dat dan detecteren en dan willen we gaan kijken of ze dan ook mensen die of in een rolstoel zitten of blind zijn, of je die kunt herkennen en dan met een camera erop. En dat is ook voor de nachtafsluiting, maar ook om te zien hoe de mensen moeten lopen naar de deur om echt dan de richting te zien. Ja, we hebben dan nu wel medestudenten die werktuigbouw studeren. Maar eigenlijk heeft industrieel productontwerpen wel het meeste model gebouwd. Wel samen met die andere jongens hebben we wel bedacht hoe we een model gingen maken. Ja, de andere jongens zijn bezig met het verslag en de presentatie. Aankomende zondag moeten wij het verslag inleveren. En over 2 weken moeten we presenteren voor mensen aan de opdrachtgever en ook mensen uit Zweden. Want het bedrijf is in Zweden. We hopen dat het werkelijkheid wordt. Want het is natuurlijk wel iets voor de toekomst. Het is natuurlijk beter voor het milieu. Want het hout, of het aluminium wat nu gebruikt wordt, is niet goed voor het milieu. Het maken en het produceren van de draaideur zelf. Maar dat is met het hout is dat wel beter. Dat willen wij wel laten zien ook. Maar we hebben een 1 op 5 model gemaakt, omdat 1 op 1 model een beetje groot werd. We hebben veel onderzoek gedaan voor die tijd en ook naar materiaal zijn we op zoek gegaan. Hier op de Kleefse Waard, op het industrieterrein, is ook een bedrijf, Akoya. En daar hebben we het hout van gekregen, mochten we gebruiken in ieder geval. En daarvan hebben we het model gemaakt. Voor onszelf hadden we de schatting gemaakt dat we ongeveer 2 weken ermee bezig zouden zijn. Alleen uiteindelijk is het allemaal in elkaar gedrukt. Dus het is, we zijn er minder lang mee bezig dan we dachten. Ik heb als vooropleiding heb ik dus HAVO gedaan met pakket natuurkunde, natuur en techniek. Ook had ik altijd handvaardigheid en eigenlijk sloot dat best wel goed aan op industrieel productontwerpen. Dus ik had eigenlijk al een heel technisch pakket en eigenlijk daarnaast ook best wel het
ja, het handige daarnaast. Dus dat vond ik heel leuk. Ja, dus daarom ben ik industrieel productontwerp gaan studeren. Ik heb in mijn pakket natuur en techniek heb ik ook wiskunde en natuurkunde gedaan. En dat waren eigenlijk mijn beste vakken. Dus daarom vond ik dat, het gaat me eigenlijk altijd wel goed af. Nog steeds wel. Ja, in het eerste jaar is het sowieso handig om te hebben. Voor mechanica is het handig om een beetje achtergrond van natuurkunde te hebben met de krachten. En met wiskunde is het, vooral in het eerste jaar, komende vakken, ja, komt wiskunde gewoon weer terug. Dus dat is heel handig. Eigenlijk. Ja, ik vond de taal eigenlijk niet zo heel leuk. Dus het was eigenlijk, ja, taal Engels en Nederlands vond ik eigenlijk nooit zo heel leuk. En eigenlijk ging ik daardoor wel sneller wiskunde en natuurkunde sommen maken. Dat ging eigenlijk altijd wel beter af.